Aan het begin werd er iets gezegd over de omgang met God als een kind met zijn vader op schoot. En er is ook een liedje van ik wil heel graag bij u zijn als een kind bij vader op schoot. En dan denk je bij jezelf, joh, wat is dat mooi. Maar wie beleven dat nou eigenlijk echt? En daar wil ik het vanmorgen eens over hebben, omdat ik er zelf ook mee heb gezeten. En het gaat dus over God. Is een vader. Gaat het niet goed? Oh ja. De heer Jezus, toen hij op aarde was, toen heeft hij iets gezegd in het hoge priesterlijk gebed. Ik zat even op. Het staat in Johannes 17. Johannes 17. En er staat dit. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En vers 26 zegt hij het weer. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad in hen zij. En ik in hen. Nou, wat is nou die naam? De Joods getuigen die zeggen dat is Jehovah, hè. Dat Jezus die heeft de naam van God bekendgemaakt, dat is Jehovah. Alleen de moeilijkheid is dat je in al die evangeliën nergens vindt dat Jezus zegt, de naam van God is Jehovah. Dat was ook helemaal niet nodig, want ja, al die mensen uit die tijd die wisten dat. Maar hij bedoelt er heel wat anders mee. Hè? Een naam, dat is, je heet Jan, Piet of Klaas en je hebt nog een achternaam. Maar je kan ook op een andere manier een naam hebben, een goede naam en een slechte naam bijvoorbeeld. Je kan een goede naam hebben op allerlei manieren. Je kan een goede bakker zijn, heb je een goede naam als bakker of als huisvrouw. Of als, nou ja, op allerlei manieren kun je een goede naam hebben. Je kunt ook een hele slechte naam hebben, van hij is onbetrouwbaar. En als je eenmaal een slechte naam hebt, dan kom je er niet makkelijk meer van af. Heel belangrijk dat je een goede naam hebt en dat je zorgt dat je die goede naam houdt ook. En zo heeft Jezus ook de eigenschappen, de hoedanigheden, want dat zit hem in die naam, hè? Een goede naam, slechte naam, zijn, dat houdt in welke eigenschappen je hebt. Hè? Dat zegt iets over hoe je bent. En zo heeft Jezus dus de naam van zijn vader bekendgemaakt. En als je dan de evangelie leest, dan is dat heel duidelijk welke de geweldigste naam van God is. En dat is dat hij onze hemelse vader wil zijn. Dat is heel iets bijzonders natuurlijk, hè? Dat als je nagaat van dat God de schepper is, hè? We hebben net ook al even wat over gezongen, God de schepper van hemel en aarde is, het universum, dat God de schepper is van het universum, van de oneindige, van de macrokosmos, van de sterrenstelsels. Dus nou ja, niet voor te stellen wat dat betekent. En dat God de schepper is van de natuur, van het leven. Al die vormen van leven, als je ziet hoeveel software en hardware daarvoor nodig is om alleen al een pootje van een vlieg te kunnen laten bewegen. En dat is nog niet het enige, maar de microcosmos, dat is ook onvoorstelbaar. Daar staan we meestal niet zo bij stil. Maar ons lichaam bestaat uit moleculen, atomen, cellen en zo. En die, dat zijn eigenlijk op zich ook allemaal weer sterrenstelsels, zou je kunnen zeggen. Dus sterrenstelsels in het klein, maar in het oneindig kleine. En daar beginnen we steeds ook meer van te ontdekken. En dat is God, die is daar de schepper van. En dan, ja, dan is het zo onvoorstelbaar dat God er grote behoefte aan had en een verlangen had om gemeenschap te hebben met meer dan alleen maar met zijn zoon. Dat is natuurlijk al heel bijzonder, de vader en de zoon. Maar dat hij
mensen heeft geschapen. Met de capaciteit om kinderen van hem te worden, zoals Jezus een zoon van God was. En het verlangen van God om gemeenschap te hebben met meer. En dat hij, ja, ik kan erop, dat is niet het onderwerp van vanmorgen hoor, maar Jezus is, die zoekt een bruid, hè. En dat zijn wij, dat mogen wij zijn. Ja, maar dat wordt één, hè. Dus onvoorstelbaar als je dat in het hoge priesterlijk gebed leest, hè, dat Jezus bidt van Vader, ik wil dat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in u en gij in mij, dat ook zij in ons zijn. Eén grote familie van God. En dat hij dan onze hemelse Vader is. De schepper van hemel en aarde, die is onmiddellijk de almachtige, dat hij een verlangen heeft om jou en mijn vader te zijn. Ik wil even een verhaaltje vertellen, of een belevenis, uit de tijd dat ik bij de EO werkte. Ik had het hoofd van de afdeling, was een cameraman, die eerst cameraman was, en toen is die opgeklommen tot hoofd van de afdeling. Maar daar heb ik een hele goede verhouding mee gehad, want het was een hele goede vriend ook. We hebben ook een van onze kinderen naar hem vernoemd zelfs. Dus ik had een hele goede relatie met hem. Hij is overleden inmiddels. Maar op een gegeven moment toen, hij had ook een gemeente namelijk. Hij had een gemeente in Rotterdam. En die hadden een keer een gemeenteweekend. En daar ben ik ook bij geweest, zijn we ook bij geweest. En aan het eind van dat weekend regende het nogal erg, dus ze gingen allemaal naar huis, moesten de rommel inpakken en zo, een hele toestand natuurlijk, hè. En toen gingen ze naar huis en toen vertelde hij later dat hij zat uit te blazen, de kinderen waren naar bed, had een paar kinderen ook, en die kinderen waren naar bed. En hij zat uit te rusten in zijn stoel en toen op een gegeven moment ging de deur op een kiertje open. En een klein jongetje van 5 denk ik dat hij was. Die zegt, pap. Och jongen, wat is er? Pap, Snuffy. Och mens, dacht hij. Snuffy. Nou, dat was zijn knuffeltje. Hè? En dat kereltje kon niet leven zonder zijn knuffel. Hij kon ook zeker niet slapen zonder zijn knuffel. En die was achtergebleven. Op het terrein van dat weekend. Ja. Maar wat deed hij? Hij vertelde het later. Hij denkt, joh, dat jongetje was zo begaan met dat kereltje. Hij zegt, joh, we gaan hem opzoeken. Dus hij wordt weer een beetje aangekleed. Hij mocht in de auto, ik weet niet of hij naast me zat, ik weet niet hoe dat precies toen ging, heel lang geleden al hoor, met gordels en zo. Maar ik denk dat hij naast hem zat. En toen zijn ze samen, in de regen, zijn ze naar dat terrein gegaan. Hij wist nog ongeveer waar de tent moest hebben gestaan, waar ze dus gebivakkeerd hadden. En met die grote koplampen reden ze het terrein op en verdraaid, zegt, daar zagen ze hem, Snuffy. Hij is helemaal verregend natuurlijk. Dus hebben het dingetje weer meegenomen, dat knuffeltje. En het jongetje zat naast zijn vader en hij keek zo naar zijn pap. Ik denk, joh, wat zat dat jongetje? Dat vergeet hij nooit meer van zijn vader. Dat hij met zijn vader samen, ja, dat probleem had opgelost. Ja, dat is een echte vader, hè. Een vader die intiem met zijn kind omgaat. Want dat is het mooie, dat God is zo onmiddellijk ontzagwekkend groot. En toch mogen we met hem omgaan als zijn kinderen. En wat houdt dat in? Dat je als vader, want dat hoofd van die afdeling had heel veel aan zijn hoofd, hè. Was een goede cameraman en hij deed van alles en zo. Ja, maar dat kereltje had er geen idee van hoe geweldig moeilijk werk zijn vader wel deed. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want voor dat kereltje, omdat het zijn kindje was, ging hij op het niveau van dat ventje, communiceerde die met hem. En hij voelde met hem mee. Dat is een prachtig vers in Psalm, hè? Psalm 103. Ik zal hem even opzoeken. Heel prachtig vers is dat. Psalm 103, vers 13. Psalm 103, vers 13. En er staat dit. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Zoals een goede vader omgaat met zijn kinderen, hè, zo
gaat God om met ons als zijn kinderen. En dan raken we onder indruk van zijn grootte. Nou, wie zijn wij nou toch dat we zomaar met God kunnen praten? Maar God is een echte vader, mensen. En hij communiceert met ons op ons niveau. We hoeven niet op onze tenen te lopen. We kunnen zijn zoals we zijn. Op welk niveau we ook ons bevinden, als we een verlangen hebben naar God als vader, dan gaan we hem ontmoeten ook op ons niveau als vader. En dan wordt het ook werkelijk zo dat je zo'n liedje, dat het niet overdreven is van ik wil heel dicht bij hem zijn, als een kind bij zijn vader op schoot. Maar ik denk, joh, wie beleven dat nou toch zo, hè? En als ik mezelf naga, dan denk ik, ja, die intimiteit met God, ja, dat ontbreekt eigenlijk bij mij. Dat ontbrak tot op voor kort bij mij. En hoe komt dat nou? Kijk, als je dus God als vader aangeboden krijgt, God is een vader, dan denk je, ja, hoe vul ik dat begrip vader nou eigenlijk in? Ja, dat doe je automatisch, ga je dat invullen van, ja, wat is mijn belevenis met mijn vader? He, dat is voor mijn vader, dat is de inhoud van, ja, mijn vader. En hoe heb ik mijn vader beleefd? Mijn vader, het was een ontzettend eerlijke man, een harde werker, een zakenman. Hij was zeer betrouwbaar. En als ik met anderen over mijn vader sprak, hij is nu ook overleden natuurlijk, een tijd geleden, dan hoorde ik alleen maar positieve dingen. Eerlijk, betrouwbaar. Hij zorgde geweldig voor zijn gezin. We hadden niks tekort. Iets grappigs bijvoorbeeld, hè, zakenman. Dus de oorlog brak uit. En hij rookte sigaren. En toen dacht hij bij zichzelf, nou, als de oorlog een beetje langer duurt, dan zijn de sigaren op, hè. Dus hij ging naar alle winkels ging hij langs. En toen kocht hij alle miskleuren en incourante merken op. Nou, die kostte bijna niks, hè, halve cent of een cent per sigaar of zo. Stapels, dozen sigaren kocht hij. En die dingen bederven niet natuurlijk, hè. Dus die lag gewoon bij ons op de vliering. Nou, de hele oorlog hebben we zo overvloedig alles gehad, omdat hij hoefde maar een sigaar te laten zien ergens. En hij kwam met van alles thuis, hè, met melk en boter en tarwe. En zijn fiets werd een keer ingenomen door de Duitsers. Hij ging met een sigaar naar de ortscommandant. Nou, hij kon wel 10 fietsen meekrijgen als hij dat wilde. Ja, dus zo was mijn vader. Dus we hebben nooit tekort gehad in de oorlog. Hè. Dus ik heb een heel goed vaderbeeld, ook wat dat betreft eigenlijk. Maar intieme omgang met mijn vader heb ik nooit gehad. Maar we zijn altijd van mijn besef op een afstand. Ik heb hem een keer gevraagd, toen ik in mijn puberteit kwam, van, heb ik hem een keer over iets over seksualiteit gevraagd. En toen zei hij, nou, ik zal het je later wel eens vertellen. Nou, ik heb hem nooit meer wat gevraagd. Ja, dus ja, dat intimiteit, dat heb ik nooit met mijn vader beleefd. En nou is het zo, dat als je dus een vaderbeeld hebt wat niet compleet is in dat opzicht, dan loop je het gevaar dat je beeld van God als vader, dat ook zo ingevuld wordt. En dat was voor mij de oorzaak dat die intimiteit met mijn hemelse vader heb ik nooit eigenlijk beleefd tot op voor kort. En dat op een gegeven moment ga je het wel missen, eigenlijk. He, ik heb dus 50 jaar geleden, toen heb ik mezelf aan God toevertrouwd en heb ik me helemaal toegewijd ook aan God, omdat ik jonge mensen ontmoette op een weekend, ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb, en die leefden helemaal voor God en voor Jezus. Nou, ik was 27, dat hield ik niet voor mogelijk dat het in deze tijd mogelijk was, dat jongens en meiden van mijn leeftijd en jonger, dat die helemaal voor Jezus leefden en voor God. En ik ben christelijk opgevoed. Mijn moeder was een godvruchtige vrouw. Die wandelde in het licht wat ze had. En de vrezen des Heren, die had ik al heel jong meegekregen. Als kind hield ik veel van de Heer Jezus, maar ik was niet zeker of die wel van mij hield. Hè, maar het besef van God, de aanwezigheid van God en het ontzag voor God, dat heb ik met de paplepel door mijn moeder ingekregen.
En dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. En dat heeft me voor heel veel ellende bewaard, moet ik zeggen. Terwijl ik toch ging zoeken naar allerlei dingen die niet deugden. Maar dit heeft me wel voor heel veel dingen bespaard. Maar, dus ik had een... Ik weet nog wel dat... Ik was zo onder de indruk van Gods grootheid. Toen ik een jaar of 4 was, of 5 denk ik. En ik ging tekenen. En ik teken een bootje bijvoorbeeld. Ik doe me wat, hè. Een bootje zo. Zo. En dan eindigde ik altijd met een streep erboven en een mannetje. En dat was God. Bij elke tekening deed ik dat. Zo werkelijk was dat voor mij. Mijn moeder vond het vreselijk, hoor, dat ik God tekende. Dat mocht helemaal niet natuurlijk, maar ik kon het niet nalaten. De tekening was niet compleet of God moest erbij. Dus dat heb ik van begin af aan meegekregen. En toen ik op zo'n weekend kwam waar jongens en meiden helemaal voor God en voor Jezus leefden, Anne van der Bijl was er ook eentje van, was toen 50 jaar jonger dan nu, een jonge vent. En die vertelde wat hij met God beleefde achter het ijzeren gordijn. Nou jongen, ik wist niet wat ik hoorde. En die jongens en meiden ook, hè, die gingen in hun vakanties, gingen ze naar de vluchtelingenkamp in Oostenrijk, die had je toen daar nog, hè. Die waren gevlucht uit het Oostblok. En die waren ook als vluchteling daar. En dan gingen ze daar zondagschool houden met de kinderen. Gingen kleren uitdelen en zo. In een vakantie. Ik dacht, joh, had ze filmpjes van gemaakt. Die zag ik daar. Ik was zo onder de indruk. Ik dacht, joh, dit is het, hè. Maar hoe word je nou toch zo? Ja, want ik zag wel dat ik helemaal voor mezelf leefde. Ondanks mijn besef van God. Ja, en ik had een theologie, hield ik erop na van. Als God van me houdt, dan vindt hij ook wel leuk wat ik leuk vind. Nou, dan kan er heel wat mee door, hè. Dus mijn geweten werd steeds ruimer. Ja, en ik denk, nou ja, dat was... En tegenwoordig heb je ook toch heel veel in onze kringen dat er gezegd wordt, ja, God ziet niet jou, maar die ziet Jezus in jouw plaats. Nou, dan kan er ook heel wat mee door, hè, als je dat echt gelooft. Maar goed, dus dat heeft me exact... toen was dat bederf, dat sloeg niet zo snel om zich heen in mijn leven als nu natuurlijk, hè, met televisie en internet en zo. Dat had je helemaal niet toe vroeger. Dus bij mij ging het wat langzamer, maar mijn geweten werd steeds ruimer. En toen kwam ik daar en ik denk, jongens, het is het, hè. Helemaal voor God leven, maar hoe word je nou toch zo? En toen ben ik op zondag begonnen te zoeken naar, ja, wat is het geheim? En toen kwam ik bij het Nieuwe Verbond. Ik heb het hier wel eens behandeld op een weekend, geloof ik. Ken je het Nieuwe Verbond? Het Nieuwe Verbond waarbij God zijn wetten in je hart wil leggen en die ook in je verstand wil schrijven. En dat hij je zonde daar niet meer zal gedenken. Dat las ik. Ik denk, joh, dat hebben die jongens en meiden beleefd, hè. God die heeft hun hart zo veranderd, dat ze niks meer anders wilden dan voor God leven. En dan konden ze doen wat ze zin in hadden, omdat ze zin hadden in het in leven voor God. Ik denk, joh, een vrijheid zal dat geven. Dus ik las dat, ik zal het even voorlezen. Want het is zo belangrijk dat je dat Nieuw Verbond niet alleen weet dat het er is, maar dat je er ook gebruik van gaat maken, want ik merk dat het ook een blinde vlek is bij heel velen. Dat ze, als je zegt, ja, wat is nou het kenmerk van het Nieuwe Verbond? Dan krijg je maar heel zelden het goede antwoord. Er staat in Hebreeën 8, staat dat, en in Hebreeën 10. Ik begon toen ook na dat weekend in mijn Bijbel te lezen, want dat deden ze daar ook, hè. Al die jongens en meiden die fraten hun Bijbel bijna op, hè. Ze hadden allemaal kleurtjes en zo. En, nou ja, ik heb dat niet gedaan met kleurtjes, want dan moest je een kleurdoos meenemen. Dat was te lui voor. Ja, dus ik heb het met een roodringpennetje gedaan. Dus overal alles wat ik begreep, ja, toen ik las in de Bijbel, toen begreep ik heel veel dingen niet. Ja, maar ik begreep ook heel veel dingen wel en die dingen ging ik onderstrepen. En ik had een heel systeem gemaakt met symbooltjes, die dat iedere keer een onderwerp, dan bedacht ik daar een symbooltje voor. Nou ja, goed, dat is nog weer een ander onderwerp. Maar toen kwam ik bij in Hebreeën 8 en toen las ik er overheen. En toen las ik in Hebreeën 10 het nog weer hetzelfde. Hebreeën 10. En dan staat er in vers 16. Dit is het verbond waarmee ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun hart leggen en die ook in hun verstand schrijven. En ik las dat, ik lag op bed, ik weet het nog wel. Ik dacht, joh, dat is het natuurlijk, hè. God die schrijft zijn wet in je hart. Met andere woorden, hij verandert je hart zo dat zijn wet daarin is. Dat hij ervoor zorgt dat je
niks liever meer wil dan zijn wil doen. En hij schrijft ook in je verstand, dat je je verstand niet op nul hoeft te zetten. Maar dat je het ook begrijpt waarom. Dat je licht krijgt over de dingen, dat je de dingen gaat zien zoals ze echt zijn. Dat dingen die waardeloos zijn, dat je die echt ziet als waardeloos. En de dingen die echt waardevol zijn, dat je die ook gaat zien als waardevol. Jongens, dat is heel nodig hoor, want vaak dan halen we de dingen totaal door elkaar. Maar als God je verstand gaat verlichten, dan ga je plotseling beseffen, jongen, wat zijn de mensen vreselijk stom bezig, hè? Nou ja, daar kun je nog weer een preek over houden. Maar goed, en je zonde en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken, staat er dan ook nog bij. Gaat er nog een streep door je verleden? Nou, ik denk, dat is het. Dus daar ben ik toen op ingegaan, 15 jaar geleden. En ondanks het feit dat God ver weg was van mijn besef en als vader een beetje onbereikbaar en ik geen intieme verhouding had zoals een kind dat mag hebben met zijn hemelse vader, dat door dat nieuwe verbond ben ik tot op de dag van vandaag ben ik op het rechte pad gebleven. En heb ik geweldige dingen mogen doen in alle bescheidenheid als ik nou terugkijk. Ik heb op een gegeven moment ben ik naar een bijbelschool gegaan. Ik dacht, ik ga de zending in, maar ik kreeg geen roeping. En toen ben ik ook naar dat hoofdkwartier gegaan van die zending. Ik denk, nou, misschien krijg ik daar wel een roeping. En toen liep het ook een beetje ten einde. Toen liep ik daar in Londen door de botanische tuin. En toen had het net geregend en er gingen allemaal grote, van die wolken, lucht heb je dan, hè, schitterend blauw. En dan mooie wolken die dreven zo langs de lucht. En ik keek naar die wolken en toen schoot me een regel uit een liedje in mijn gedachten. Van die wolken, die winden, lucht en wolken, wij spoor en loop en baan. Ik denk, wat is dat ook alweer? Komt uit de Matthäus Passion, geloof ik. Hè? Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. En dat was het antwoord op mijn vraag van Heer, wat moet ik nou toch de rest van mijn leven? En dan, toen kwam ook de rest van dat liedje uit in mijn gedachten. Had ik vroeger op de zondagsschool geleerd. Hè, van beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert. Het trouwe hoeder ten zegen. Aan hem die het al regeert. Die water, lucht en winden. Bij spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voeten kan gaan. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Ik ben nog vrijgezel. Ik ben een laatbloeier. Ik ben pas op mijn 39ste jaar getrouwd. Dus al die tijd ben ik vrijgezel gebleven daarvoor. Ik was te verlegen, denk ik. Ik was te bang, denk ik ook, hè, om te trouwen. Zo. Ik weet niet wat de oorzaak was, maar in ieder geval. Ik ging weer naar huis. En ik heb ook allemaal zusjes, hè, die vergingen me verwennen natuurlijk. Hè. En tot mijn trouwen toe heb ik daar thuis gewoond. Maar ik moest wel wat doen, hè, voor de kost. Dus mijn vader, die was zakenman. Die was bloemenexporteur met zijn broer samen. Hadden ze een bedrijf. Je moet wel wat doen hoor, voor de kost, als je hier bent. Nou, dus ik ging bloemen inpakken. En voor de kost. Hè, en ik kwam weer terug in de kerk. Wat vond ik het ergste eigenlijk. Het was een hervormde kerk, een beetje een dode kerk. En daar was ik al bang voor hoor. Ik dacht, straks moet ik weer in de kerk en moet daar mijn zending bedrijven. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. Ik kwam weer terug in het jeugdwerk. De dominee en de ouderlingen, die vond het verschrikkelijk, want die dachten, hey, hij is op een bijbelschool geweest, die gaat een secte beginnen. Ze krijgen een scheuring. Die dominee had het al een keer eerder meegemaakt, een scheuring van baptisten en zo. Het was een hervormde kerk. Dus jij waren als de dood, hè, dat ik daar ook zoiets zou gaan veroorzaken. Dus ik roeide tegen de klip op, hè, dat, tegen de kerkenraad, tegen de dominee en zo. Maar ik had er zo'n plezier in. Ik had er zo'n lol in eigenlijk, het was een soort van sport. En niemand kon me uit dat jeugdwerk krijgen, want er was niemand anders. Nou, kampen georganiseerd. Maar ja, het was ploegen op rotsen. Allemaal jongens uit Aalsmeer, van die kwekersjongens. Hè. Het is een bloemencentrum. Hè. Snijbloemen worden daar geteeld. Hè. Seringen en rozen en anjers en zo. Allemaal van die rouwdouwers. En die waren op de hervormde jeugdvereniging. Nou, ik had daar de leiding van. Dan mocht ik dagsluitingen houden. Nou ja, het was echt ploegen op rotsen. Niet wetend dat het wel 10 jaar zou duren. 10 jaar heb ik op die bloemenveiling bloemen ingepakt. En kinderwerk en jeugdwerk gedaan in de kerk. En niemand kwam tot bekering. Ik dacht, joh, wat is dat? Maar ik had er zo'n lol in om te doen. Ik had ook geen moeite om door te gaan daarmee. God, die
legde zijn wet in mijn hart en ook in mijn verstand. En daarom vertel ik het, van hoe sterk dat verbond is. En terwijl ik God op een afstand zag en heel veel spanningen had daardoor. Hè, in zo'n kamp ook, als het dan moest je een dagsluiting houden. En dan liep ik midden in de nacht door het bos van, Heer, wat moet ik morgen zeggen? Want ik wou toch niet een bestaand verhaaltje afdraaien. Hè? Maar ik wilde echt weten van, Heer, wat wilt u dat ik zeggen zal? En dan was God die was daar en ik was hier. En ik moest maar zien dat ik de boodschap van daar hier zou krijgen. En jongens, de Heer heeft me nooit teleurgesteld erin. Het ging met grote spanningen gepaard, maar joh, we hebben zegen ervaren. Op een gegeven moment is er echt een opwekking onder de jeugd gekomen daar. Er is een opwekking gekomen binnen de kerk. Nou ja, dat is een verhaal apart. Maar ik wil het alleen maar zeggen dat ondanks mijn fragmentarische kennis van God als vader, heeft hij door dat nieuw verbond, heeft hij me zo gezegend. En door al die ervaringen in het jeugdwerk, in het kinderwerk, al die lessen die ik dan leerde, hè, dat als ik dit zeg, dan komt die reactie. Jongen, wat had ik dat nodig voor mijn werk bij de evangelische omroep? Want als je kinderprogramma's gaat maken, hè, die kans kreeg ik bij de evangelische omroep, want in het land de blinde is één oog koning, en er was niemand anders, dus ik mocht kinderprogramma's gaan maken. En toen wist ik precies, als ik teksten schreef, van als ik dit zeg, dan komt die vraag, en dan kon ik weer op antwoorden. Dus ik kon teksten schrijven die waterdicht waren. Al die kinderprogramma's kun je op internet zien hoor, ik heb ze op internet gezet, op mijn website. En dat heb ik jarenlang gedaan. En toen kwam ik in België wonen en toen, en iedere keer dat ik dan een tekeningje laat zien wat ik toen maakte, dan zei ik, oh, dat heb ik vroeger ook nagekeken. Misschien hebben jullie ook wel. Kinderkrant, EO Kinderkrant. Bas en Barbara, die verhaaltjes. Hè? En een keer in de gevangenis mochten we een keer een kerstdiner meemaken. Omdat mijn dochter haar ingang had, ik mocht mee. Ja, ik mocht er ook af en toe een keer wat spreken. Bij die almoezenier die er was in Gent. Dat zat ik naast een gedetineerde. En toen dacht ik, ja, ik zal even een tekeningetje maken. Dan heb ik zo'n tekeningetje gemaakt, wat ik in het kinderprogramma gebruikte. Hé, hey, heb ik vroeger ook nagekeken. Ik zei, nou, het heeft niet veel geholpen, hè. Maar je weet het niet, hè. Je weet het niet. Want op een gegeven moment was er één, die is, daar kreeg ik later een brief van. En die was inderdaad tot geloof gekomen. Ja, dus, jongens, maar ik wil maar zeggen, dat ondanks de fragmentarische kennis die ik had van God als vader, dat hij zo barmhartig was om me zo... Ja, alles aan te reiken wat ik nodig had. Maar, nou ja, ik kan er ook weer die ontwikkeling, kan ik er ook wel over vertellen. Maar ik zat toch met het probleem van, ja, als een kind bij vader op schoot, die intimiteit, ja, die heb ik toch niet. En op een gegeven moment kregen we ook in onze familie vreselijke toestanden, met depressiviteit en zo. En een broer van mij, die is dement geworden. En dan denk je, ja, ik heb God meer nodig dan alleen maar van, Heer, wilt u ze zegenen? Ik wil nu toch wel antwoorden hebben van, Heer, wat moet ik ze zeggen? En wat is uw bedoeling hiermee? En hoe kom ik hier, hè? Want je wordt erin meegezogen, hè? Als je in je familie depressieve mensen hebt, hè? En je gaat dan meevoelen van wat zij doormaken, hè? Met dwangmatigheden en met angsten. Dat ze dag en nacht daarmee zitten. En is het moeilijk om daar bovenuit te komen. En dan krijg je steeds meer behoefte van, Heere, dat liedje van mijn vader op schoot, hè, dat moet toch kunnen. Wat heb ik daar nu een behoefte aan? Dat ik echt zo met u om kan gaan, dat ik zo met u kan praten daarover. Hè, mijn zorg aan u kan bekendmaken. En daar heb ik toch heel vaak om gebeden van, Heere, wilt u zich toch aan mij openbaren, dat u ook van mij houdt, persoonlijk. En dat u blij met me bent. Want dat ontbrak. En ik weet niet, er zullen hier ook mensen zijn die datzelfde probleem hebben. Want in onze generatie waren vaders niet zo scheutig met van, ik hou van je. Of ik ben blij met je. Hè, om het bevestigen. Dat heb ik niet meegemaakt van mijn vader. En ik denk dat er heel veel zijn die dat van hun vader ook niet mee hebben gemaakt. En misschien wel ergere dingen nog. Hè, we hadden een keer... In Haamstede, in de Burcht Haamstede, had ik familieweken. En dan had ik het ook een keer over God als vader. Krikken mikken natuurlijk, maar goed.
Alles wat ik wist, dat gaf je door in dagsluitingen en in bijbelstudies. En toen komt er een zuster naar me toe. En zegt, joh, ik heb zo moeite met God als vader. Hè. Je moet eens weten wat mijn vader mij heeft aangedaan. Incest, hè. Dat was voor het eerst dat ik dat hoorde. Ik denk, joh, wat is dat vaderbeeld vreselijk beschadigd. En dan God als vader, hoe kom je daar dan uit? Hè? Hoe kom je daar bovenuit? Dus wat ik meemaak van God op een afstand en geen intimiteit met mijn vader, dat is nog maar niks vergeleken bij wat anderen meemaken. En dus ik bad er vaak om. Maar ja, nu kan ik me niet meer tevreden stellen met, nou ja, God op een afstand. En als ik dan in Johannes 14 tot 17 lees, dan zegt Jezus zo vaak, hè, van alles wat je mijn vader zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Denk, ja, dat wil ik toch beleven. Waarom kan ik dat dan niet beleven? Hè? Dus ik heb erom gebeden. En op een gegeven moment werd het me duidelijk. Dat God is een ideale vader. Ik zal het even op een ander velletje papier. Ik gebruik het bord deze keer maar heel weinig. Maar goed. Dus God is vader. Zo. En God is een compleet ideale vader. In alle opzichten. Het is het complete plaatje, hè, van vader. En bij mij ontbrak dan het hele stuk hier. En dan bad ik om van, Heer, wilt u me dat openbaren? En op een gegeven moment kreeg ik door dat God zei van, joh, ik ben het al die jaren al geweest. Ik hou van je. En ik wil je bemoedigen ook. En dat ervaarde ik ook vaak, hoor, dat God me wel bemoedigde. Hij zei, maar vraag er niet om, maar geloof het. Hè? We hebben het over geloven gehad, hè? Hoe belangrijk geloven is. Het enige, God die zei van, joh, je bent er blind voor geweest, maar al die jaren heb ik je als mijn kind zo alles gegeven wat je nodig had. En je bemoedigde ook, en dat, ik kon het niet ontkennen. God die is zo ontzettend overvloedig bij me geweest. En nu ook weer. Ik kan er verhalen van vertellen wat we de laatste jaren weer meemaken. Van Gods goedheid en zijn trouw. Hè. We wonen met onze dochter en 6 kindertjes in 1 huis. Nou, als je weet wat dat betekent. Hè, van, er worden grapjes gemaakt, hè, over schoonmoeders en schoonzoons. Dat is niet voor niks. En als je schoonzoon dan een Belg is en je schoonmoeder een Chinese van huis uit. Nou, dat past totaal niet bij elkaar. En als je dan dat huis wat we de laatste jaren gekocht hebben. Mijn dochter die wilde in een boerderij, in een hoeve wonen. En mijn schoonzoon die wou weer in zijn geboortestreek verblijven. Dus hebben ze een hoef gekocht van 1870 in de Vlaamse Ardennen. Heel prachtige plek. Maar ja, toen bleek, hè, nou, als je een oud huis koopt, dan kom je van alles tegen. Hè. Voordat je gekocht hebt, dan praat je alles naar je toe. En als je hem gekocht hebt, dan komen de moeilijkheden. En toen bleek dus het dak van onze afdeling, waar wij zouden komen te wonen, het is een U-vorm, hè, dat bleek helemaal, ja, dat moest helemaal vernieuwd worden. We hadden niet op gerekend. Hè, de vloer ook, de zolder, alles moest vernieuwd, het dak eraf. En ja, toen moesten wij zo lang bij mijn dochter in gaan wonen, met haar 6 kindertjes. En dan in een ruimte, dat is ja, net zo groot als die kinderafdeling daar. Met z'n 10 woonden we daar. Ik denk, nou, dat zal een paar maanden duren. Maar toen was het geld op namelijk. Nou ja, en toen werd alles op de lange baan geschoven. Hebben we 1,5 jaar of 2 jaar? Met z'n 10 in zo'n kleine ruimte gewoond. Hè, mijn dochter met haar kindertjes. Zij doet thuisonderwijs. Dus die kinderen zijn ook de hele dag thuis, hè. En ik zat met mijn computer, met mijn rug tegen het gezelschap. Zat ik achter mijn computer. En mijn dochter, de oudste dochter, die speelt piano. Die leerde piano, dus die moest al die deuntjes. Hè, die werden eindeloos herhaald. Die bleef de hele dag in je hoofd rondzingen. En mijn andere dochter, die speelde dwarsfluit. Nou, dat ook dan nog bij. En als het slecht weer was, dan waren ze ook de hele dag binnen. We waren aan het spelen met Lego Friends. En dan kreeg je ook allerlei
problemen soms natuurlijk. Hè. Jongens, dat hebben die tijd en dan toch weer dat nieuwe verbond van God, dat God zijn wet in je hart legt en in je verstand schrijft, dat is zo vreselijk krachtig. Dat we hebben, tot onze verbazing, hebben dat met elkaar heel goed uitgehouden. Gelukkig zitten ze geestelijk op dezelfde golflengte als wij, ook wat de opvoeding betreft, dus dat gaf geen spanningen. Ja, maar ja, er zijn toch heel veel dingen die dan toch gaan spelen. Hè? En ik kon al de dingen doen die ik wilde, die ik moest doen. Ja, het ging allemaal tot nu toe. En nu wonen we gelukkig op onze eigen afdeling. En we hebben de drukkers van de ketel wat dat betreft. Maar ja, nu heb ik weer die moeilijkheden met mijn familie, met depressiviteit en zo. En nu heb ik, doordat God dat eigenlijk aan me openbaarde, van joh, ik ben 100% een ideale vader. Ook al vraag ik er niet om, ik ben het gewoon. En dat wil ik tegen jullie ook zeggen. Ik weet niet of het overkomt, maar God is een ideale vader voor ieder van jullie. Al heb je nog zo'n slecht vaderbeeld meegekregen van thuis uit. Ja, zet het opzij en ga na van wat een ideale vader echt is. Ik wil je een klein voorbeeldje geven. Ik heb een workshop moest ik houden over geloofsoverdracht een keer. En toen heb ik mijn kinderen, we hebben drie kinderen, twee jongens en een meisje. Toen heb ik aan die twee jongsten, de zoon en dochter, hebben gevraagd, joh, hoe heb je dat vroeger ervaren? En dat hebben ze toen op papier gezet. Nou, dat viel niet tegen, moet ik zeggen. Ja, daarop kreeg ik weer die opdracht, ook die workshop weer houden. Toen heb ik mijn oudste zoon gevraagd. Nou, dat loog er niet om, heb ik een hele brief gekregen van wat er allemaal mis was gegaan. Met alle goede bedoelingen. En dus ik heb fouten gemaakt bij het leven, hè, samen ook. En toen was Lanielle, mijn dochter, die was 17. En toen heb ik het nog eens een keer aan haar gevraagd van, joh, heb je dat allemaal ervaren? En toen heeft ze dit gezegd. Ik zal het even pakken. Ik heb het hier bij meegenomen. Van wat er bij haar was overgekomen. En dat was nou precies dat gebrek wat ik had. Mijn besef van God als hemelse vader. De zwakke plek. Ja, dat heb ik niet kunnen overdragen op mijn dochter. Hè, van dat God een ideale vader is. En toen schreef ze, vertelde ze. Is wel verdrietig tot op heden. 17 jaar, hè. Dat we zo weinig vragen. Dat we de indruk wekken geen belangstelling te hebben waarmee ze bezig is. Ook vroeger, als ze van school kwam, werd er niet gevraagd van wat heb je beleefd, maar heb je je best gedaan? Zelf vertelt ze niet zo makkelijk uit zichzelf. Als we meer zouden hebben gevraagd, zou ze veel meer verteld hebben. En als kind vertelde ze, heb ik nooit van Jezus gehouden. Ging er wel vanuit dat alles waar was. Bidden, alles in het hoofd, niet in het hart. Weerhield haar van verkeerde dingen. De vrezen des Heren, precies zoals ik dat had. Was gemotiveerd door Gods besef en waarheid. Dat is heeft ze nooit vergeten. God was er. En nooit geboeid door Bijbelse verhalen. Zendingsverhalen wel. Toen was ze 17 jaar oud. Hè. Ik denk, joh, wat heb ik een steken laten vallen. Wat ben ik tekortgeschoten. En toen werd ik 70. En toen kreeg ik een cadeau van haar. Intussen was ze getrouwd. En ze was ook ze was depressief ook heel lang. Ook in België. In België kom je gauw in de sfeer van depressiviteit terecht. Toen ze ging studeren hier in België. Heeft in Gent gestudeerd een jaar. En toen vertelde ze dat ze erg depressief was geweest. Wist ik helemaal niet van. Wisten we niet van. Niks van. En toen is ze naar een klooster gegaan. Een week. Is ze laten dopen en is in een klooster gegaan, net zo lang tot ze God als vader ging ontdekken. En toen is er een geweldige doorbraak bij haar gekomen, gelukkig. Maar wel, hij moest wel naar zoeken. En toen kreeg ze dit door, van God is een ideale vader. En toen was ik 70, toen kreeg ik een cadeau van haar, ik heb het meegenomen. Dat is een foto die ze nam op de bruiloft. Het werd op de bruiloft gemaakt dat ik haar aan de arm naar haar toekomstige man bracht.
Maar er staat wat omheen geschreven. Zie je dat? Er staat wat omheen geschreven. Hè? Ik heb het even uitgetikt, want ik denk, anders zal ik het voorlezen, dan moet ik het allemaal in alle bochten moet ik me wringen. Ik zal het even voorlezen, wat ze erbij heeft geschreven. Allerliefste papa van me. Nu alweer 70, op de foto nog net een jaartje jonger. Ik heb vaak uitgekeken naar het moment op de foto. Aan de arm van mijn vader die mij vol vertrouwen loslaat en toevertrouwt aan mijn toekomstige man. Mijn vader waar ik altijd dankbaar voor ben geweest. Die mij voor een heel groot deel tot de vrouw heeft gevormd die ik nu ben. Mijn vader die me altijd het gevoel heeft gegeven dat ik iemand was. Dat ik iets kon en dat ik iets betekende. Mijn vader, waarvan ik wist dat hij trots op me was, dat was ook zo. Die mij vertrouwen gaf en altijd weer de tijd nam om te luisteren, om er voor me te zijn. Papa, ik heb u altijd gewaardeerd. Ik heb nooit een andere vader willen hebben. Ik ben God dankbaar voor alles wat je me hebt geleerd en voorgeleefd. Nog veel gezonde jaren met kleinkinderen, 6. En nu, de 7e is op komst, namelijk een jongetje. 6 meisjes, dan komt er een jongetje. En ondertekend met je dochter. Jongens, ondanks mijn tekorten, ondanks mijn fragmentarische besef van God en al die spanningen die het met zich meebracht, dat God op een afstand was. Ik heb geroeid met de riem die ik had. En God is zo geweldig, geweldig. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, daar houdt hij rekening mee. Hij ziet je hart, hij ziet je gezindheid. En als dit bij mijn dochter kon overkomen, ja, wat, het is nog maar een flauwe afschaduwing van wat God voor ieder van ons wil zijn, hè? Als vader, als hemelse vader. Dat hij aandacht heeft voor alles waar je mee bezig bent. Alleen, en dat is wel heel duidelijk, dat hij wil dat het alles of niks. Of we zoeken hem met heel ons hart en hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Maar als je hem niet zoekt, hij heeft mensen geschapen. Met alle mensen hebben de capaciteit om kinderen van hem te worden. Als ze zich ervoor openstellen. Maar dat moet je wel doen. En dat gebeurt wanneer je totaal aan hem overgeeft. Hè? Want hij heeft je geschapen, opdat je niet meer voor jezelf zou leven, maar voor hem. Hè, dat is de avondmaal hebben we net gevierd. Hè? Van waarom is de Jezus nou gestorven en opgestaan? Als je dat vraagt, dan krijg je alle goede antwoorden, behalve één. En dat is het allerbelangrijkste antwoord. Dat is opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat is het geheim. Dat is de sleutel, dat is de poort waar je doorheen moet. Totaal overgeven aan hem. En dan gaat hij zich aan je openbaren. En hij is een ideale vader. En je hoeft niet te vragen van, Heere, wilt u me laten zien dit en dat. Het doet hij al lang. Het gaat er alleen maar om dat je het gelooft. Het je voor openstelt. Heer, ik wil het zo graag. Dank u dat u niets liever wilt. Ik zal even stil zijn, dat iedereen voor zich even de balans opmaakt. Lieve Vader, dank u dat we kinderen van de Allerhoogste mogen zijn, Heere. En dank u dat u een ideale vader bent. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich over ons, Heere. Dank u dat we u mogen zoeken en mogen vinden. Heere, want daartoe hebt u ons geschapen. Hebt u ons het leven gegeven. Daarom laat u alle ellende in de wereld nog toe. Opdat we u zouden zoeken. Hoewel u niet ver bent van een ieder van ons, want in u leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dank u dat we dat elkaar mochten zeggen vanmorgen, Heer. En help ons niet te rusten voordat we dat besef hebben gekregen. En vaak moeten we daar iedere keer weer opnieuw naar op zoek, want we worden zo gauw ingepakt door tijdelijke dingen, Heer, dat we daar doorheen moeten breken om weer tot het besef te komen. Maar help ons, Heer, om daar naar te zoeken als naar kostbare schatten, Heer, het allerbelangrijkste wat er is. Dat we het besef hebben dat u onze Vader bent en dat we in u geborgen mogen zijn. U de Almachtige. In de naam van Heer Jezus. Amen.
Even wachten nog, Jan, met het uitzetten van de video. De tekening is nog niet helemaal af eigenlijk. Hè. Ik moet hier nog even ons tekenen zo. Zo, dat zijn wij en dat is compleet, hè. Zo, nou. En zoek het totdat je het hebt, hè. En blijf er naar zoeken totdat je het echt, dat het permanent aanwezig is. Dat je in Gods tegenwoordigheid mag leven en werken en doen. Ja? Bedankt voor jullie aandacht.